Kijk even, wanneer vind je dat dit is kanaal vandaag een leuk of meuk op het programma? Je hebt leuk of meuk is weer terug. En vandaag ga ik testen deze ding van de Xenos. Hij is heel goedkoop, ik weet niet hoe duur hij is. Ik word niet gesponsord door Xenos. Ik heb hem zelf gekocht en ik vind het super leuk. En dan heb ik deze bijgekocht van natuurlijk schilderen zonder deze. Zonder iets waar je niet op tafel doen, hè. Schilder kan niet op tafel doen, dus heb ik nog bijgekocht. En deze heb ik gezien nu. Ah jee, heb ik gezien gisteren. Deze ga ik ook nog gebruiken voor tekenen. Want ik ga een ananas maken. Niet potlood. Maar ik heb wel potlood nodig. Dus eerst ga ik deze even uitpakken. Hier dan nog plakjes. Op zijn kop. We hebben hier de verf zitten. En super. Wauw. Het heeft verschillende kleurtjes. Geel. Ook lichtgeel, donkergeel. Wit, zwart en roze. Alle kleuren van de regenboog hebben ze. Het is één kwast bij. Die kan je gebruiken voor het schilderen. Kijk, zo. Zo, zit erbij, staan erbij. Het zijn heel leuke kleurtjes ook bij. Vind ik zelf dan persoonlijk even door kleurtjes. Dus... Er zit ook nog een kleinere versie, maar wat meer deze kleurtjes, maar die heb ik dus niet, helaas. Maar ik ga proberen met deze. Oh, het is natuurlijk één dikke ton. Nou, als eerst ga ik hem tekenen en dan ga ik het als eerst even tekenen. Daarna ga ik het schilderen met jullie. En dan ga ik een andere tekenen als eerst, dus dan zie ik jullie zo weer terug. En die ga ik inschilderen met deze palet. Eindelijk kan ik gebruiken. Haha. Ik heb het rood getekend. Dus zo graag praat. Waarom? Zwart. Ik heb geel nodig. Ananas geel. Ananas heb ik geel altijd, vind ik zelf. En als ik nu ga, denk ik dat bij mijn bak nu gaat. Kan het misgaan, vind ik zelf. Dus. Het is nog mooi, maar ik kan het daarna even afmaken en dan ga ik mijn oordeling echt geven. Dus dat... En hij is eigenlijk af, ik vind het mooi geworden. Het is echt een ananas en ik ben blij mee. Mijn eerste kunstwerk van vandaag, het ziet er meteen vies uit, maar ik ben best blij mee. Het is echt ananas. Nou, voor een leuke video, druk het duimpje omhoog en ik vind het ook een super duper leuk waard. En even geven, rosso aan, af, maar natuurlijk waterbasisverf. Dus dan kan ik het opruimen. Ik ga even opruimen en dan ga ik deze ergens neerzetten op mijn kamer. Nou, vind je een leuke video? Klik een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. Dan zie ik jullie later.